Sorry. Wat een prachtige dag voor een gesprek hier op het terras. Nou, wel blij dat we het niet gisteren hebben gedaan, toen regende het inderdaad. Ja, een van de eerste mooie lentedagen. We zitten hier omdat jij deze week de MVO-verklaring gaat tekenen. Zeker. Namens de Raad van Bestuur. Waarom ga je dat doen? Wat is de aanleiding daarvoor? Ja, nou ja, ik denk dat elk bedrijf natuurlijk een MVO-beleid moet hebben, een MVO-verklaring. We zijn een publiek bedrijf en maatschappelijke normen en waarden vinden wij heel erg belangrijk. En dat willen we ook uiten met zo'n MVO-verklaring. MVO is natuurlijk een afkorting. Die staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. En wat verstaan wij daar nou onder binnen EBN? Nou ja, dat zijn inderdaad drie woorden. Dus maatschappelijk betekent we doen het voor de, ja, voor de publieke zaak. Mm-hmm. Verantwoord is dat je het op de juiste manier doet. Het hoe je het doet, hè, van hoe je investeringen doet, hoe je samenwerkt, hoe je invulling geeft aan je rollen. Mm-hmm. Ja, en ondernemen, we zijn natuurlijk uiteindelijk een bedrijf. Hè, dus we moeten ook de investeringen die we doen, die moeten wel op een gegeven moment renderen. Ja. Maar wel op die maatschappelijk verantwoorde manier. Wat is de ambitie van EBN op dit vlak? Ja, de ambitie van EBN is natuurlijk om waarde toe te voegen voor al onze stakeholders. Hè. Onze stakeholders zijn natuurlijk onze samenwerkingspartners, maar ook onze omgeving. Dat zijn de belanghebbenden, de omwonenden, maar ook de natuur en de biodiversiteit. Ik denk dat we nu ook steeds meer sturen op de zogenaamde niet-financiële waarden. Ja. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan terugdringen van CO2-uitstoot. Of ook een eerlijke transitie waarbij dus ook iedereen mee kan doen. Ik denk wat wij ook allebei wel zien of merken, dat als je het draagvlak voor de transitie wil behouden, dat je dat dan ook echt die shift moet maken. Ja, ik denk dat EBN daar al behoorlijk mee op stoom is. Ja, maar Annemarie, ik wil ook een vraag voor jou. Want jij hebt natuurlijk de afgelopen tijd heel veel collega's gesproken en andere stakeholders over MVO-beleid. En dat hebben we nu mooi uitgewerkt. Maar hoe ziet het eigenlijk uit? Ja, goede vraag. We hebben afgelopen periode echt met heel veel collega's en ook externe stakeholders gesproken. En nu komt echt de volgende fase waar we echt naar de realisatie gaan. En dit jaar staat echt in het teken van het behalen van resultaten. En het MVO-programma heeft eigenlijk drie grote pijlers of sporen. Ten eerste is onze eigen bedrijfsvoering en onze eigen operatie. Het tweede is onze nieuwe investeringen in projecten. Dat is het tweede spoor. En het derde is eigenlijk de bestaande samenwerkingen en joint ventures die we al hebben. Ja, er zijn een aantal onderwerpen waar we met name ons op gaan richten. Dat zijn allereerst klimaat, maar ook milieu is natuurlijk een heel belangrijk thema. Veiligheid. Dan hebben we een thema dat gaat eigenlijk over participatie. We hebben dan een thema goed werkgeverschap. En het gaat ook over good governance. En ze zijn ook in lijn met onze materiële thema's. Maar bijvoorbeeld ook met de SDG's, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. En ook met de thema's waarvan onze aandeelhouder, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zegt van die vinden wij belangrijk. En wat gaan de collega's ervan merken? We gaan dit jaar aan de slag met het afwegingskader voor investeringen. Waarbij we dus veel explicieter en objectiever gaan sturen op die maatschappelijke waarden. Bij de business unit warmtetransitie zijn we daar vorig jaar al mee begonnen. Gaan we dit jaar verder. En in alle andere business units gaan we daar ook mee aan de slag dit jaar. En het is ook een bedrijfsdoelstelling om in 2024 tot een nieuw afwegingskader te komen. En we gaan ook met de collega's uit de corporate afdelingen aan de slag. En dan gaan we bijvoorbeeld kijken van kunnen we ons inkoopbeleid verduurzamen? Of ons beleggingsbeleid, hè? Ons eigen vermogen. Waar beleggen we dat nou precies in? Ja. Wat zie jij nou als de grootste uitdagingen voor EBN op het vlak van de MVO? Ja, een van de grotere uitdagingen vind ik, hoe krijg je nou een goede balans tussen maatschappelijk verantwoord, maar ook financieel verantwoord? We zijn uiteindelijk een bedrijf. Ja. Dus de investeringen die we doen, die moeten wel renderen. En wat ik ook van belang vind, is dat EBN werkt natuurlijk altijd met en via anderen. Dat wij met ons voorbeeldgedrag ook anderen inspireren, omdat dat MVO steeds op een steeds hoger pijl te zetten. Ja. En de investeringen die wij nodig hebben voor onze energietransitie, dat die ook gewoon op een hele goede en verantwoorde manier gedaan worden. Ja, het is een hele kluif, maar we doen het met heel veel collega's. Ik denk dat we allemaal wel voelen wat het belang hiervan is. Ja. Dankjewel.